Met die ontstaan van die ZAR was daar een tekort aan kundigheid. Die trekkers was nie opgeleid om een land te administreren nie en vooral gesukkel om goede rechtskenners in die handen te krijgen. Piet Joubert, ook bekend als Slim Piet, het een plan gemaakt. Joubert het vir sy gebrek aan schoolopleiding vergoed deur wyd te lees, vooral in die rechte. Hy het homself opgeleid en kort verlang het Joubert als procureur-generaal en op die volksraad gedien. Joubert het ook in verskeie veldtochte deelgeneem en homself als een sterk militaire leier bewys. Na Brittannië die ZAR in 1877 geannexeer het, het hulle probeer om soveel mogelijk erkende boerenleiers in die regering te betrek. Piet Joubert het bloot geweier om daaraan deel te neem. So het hy sy geloofwaardigheid as boerenleier gevestig. Dit is Joubert wat een deurslaggevende rol gespeel het om die republiek te herstel gedurende die Eerste Vryheidsoorlog. Sy militaire vernuf het gesorg vir die oorwinnings by onder andere Lion's Neck en by Majuba. Alhoewel sy loopbaan met die Tweede Vryheidsoorlog op een laagtepunt geëindig het, word Joubert steeds onthou as 'n hoeksteen van die ou ZAR.